Hallo, ik ben Hannes en ik verbaas me al jaren over de lelijkheid van de huizen in ons land. Op mijn Instagram-pagina Ugly Belgian Houses post ik foto's van de lelijkste huizen die ik tegenkom. Ik bel nooit aan bij die huizen. Eerlijk gezegd, omdat ik een klein beetje bang ben van de mensen hun reacties. Maar vandaag breng ik daar verandering in. Er was eens een lelijk huis in België. Oh. Heftig belletje. Heftig huis ook. Dag meneer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben Hannes van Iedereen Beroemd. Zou ik iets mogen vragen? Ja. Wist u dat uw huis op de website Ugly Belgian Houses staat? Ja, dat weet ik. Je weet dat? Ja, ja, ja. En wat vind je daarvan? Die ugly vind ik een beetje moeilijk, ja. Moeilijk? Het is meer een creatief huis. Ja, dat kun je eigenlijk wel zeggen. Heb jij deze gevel zo gemaakt? Nee, dat heeft de vorige eigenaar zo gedaan. Hij heeft het gekocht in de jaren 50. Ik zal in zijn naam een beetje moeten praten. Hè. Wie was de kunstenaar eigenlijk? Swastorms. Swastorms. Ja. 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 Hij was zelf kunstenaar, beeldhouwer. Zijn beroep was ook scheepstechnicus. En op een van zijn reizen heeft hem in Spanje een zekere Carmen leren kennen. En Carmen heeft hier een paar jaar gewoond, maar dus Carmen, blijkbaar werd het wat de primitieve omstandigheden waarin hij leefde, werd haar te veel. En rechtsboven zien we allemaal verschillende rassen, ja, ja. Die een hand geven, is precies. Ja, ja, die hand in hand. Ja, je probeert de rassen samen te brengen. Je ziet overal gaten in de gevel. Ja. Er stakken buizen in. Ja. En legde daar balken op. Ja. Dat hem gebruikt als stelling. En dan heeft hem een bas gehangen tot bijna beneden. Dat de mensen niet konden zien met wat dat hem bezig was. Hij had wel een plan ingediend op het kadaster. Ja. Maar dat is er helemaal van afgeweken. Het is nadien zelfs opgenomen als waardevolle gevel. Ja. Als waardevolle gevel. Ja. En dan komt het op een website Lelijke Belgische Huizen. Ja. Eigenlijk moet ik iets bekennen, meneer. Die website is mijn website. Ah, is die van u? Ja. Ah, oké. Okay. Sorry dat ik dat erop opgezet. Zou je nog even op de foto willen met mij? En het huis. Oké. Okay. Ja? Merci, hè. Okay. Voor een uitleg. Ja, dank u. Het was super interessant. Ja, kwam het een beetje Tuurlijk. Goed over. Oké. Okay.